Welkom YouTuber Harry de Ferryman. Afgelopen donderdag heb ik een filmpje geüpload over de lintzaagmachine van HBM, de 125. Daar kreeg ik opmerkingen over dat ik het beeld versneld had tijdens de zaag. Dus het klopt helemaal niet bij stilgestaan dat mensen wouden zien hoe lang dat duurt om een stukje ijzer door te zagen. Dat ga ik nu goed maken. Ik heb nu dezelfde stuk staal gepakt. De pijp waar ik aan gezaagd heb, de koker, alleen het massief, dat kon ik niet meer vinden. Dit is ongeveer hetzelfde of nog iets dikker zelfs. Dan gaan we eens zagen, ik ga het beeld niet versnellen, dus dat jullie een duidelijk beeld krijgen van hoe snel dat het zaagje zaagt. Ik heb er een stopwatch bij gelegd, kun je zien hoe lang dat duurt te doorzagen. Het is ongelooflijk dat je een motortje van 400 watt, wat meer is het niet, een basteloos motortje, zo'n zaag kan aandrijven. Ligt natuurlijk aan de vertraging die je ertussen zet. Dat scheelt natuurlijk een hoop. Het geluid van de zaag heb ik gedempt. Niet dat je denkt dat je maar zoveel geluid maakt. Dus 20 dB heb ik hem gedempt. Anders doet het gewoon zeer aan je oren als je met een koptelefoontje zit te luisteren. En dat willen we natuurlijk niet hebben. Hij zaagt gewoon goed. Hij regelt zijn toer op de een of andere manier bij als je aan het zagen bent en hij krijgt wat meer materiaal. Eentje zei hij loopt vast. Nou, hij is bij mij nog niet vastgelopen. Gelukkig niet. Ik denk als je er echt aan gaat hangen, dat je hem wel stil kunt zetten in het zaagbladje. Maar ja, dat wil je ook niet. Het is maar een dun zaagbladje en de kans dat je dan uit het lood loopt is wel erg groot. Bij die grote professionele zaagmachines, lintzaagmachines, is dat blad veel hoger. En de kans op dat je scheef loopt, is dan niet zo groot. Wil je snel veel zagen, dan moet je een afkortzaag pakken. Die is veel vlugger als een lintzaagje. Maar dit is de kleinste telg bij HBM. Dus ook de goede koopste, €250 kost die. En ik vind het knap wat je kan zagen. Ik heb, dat filmpje komt morgen online. Ik heb er slagbomen mee gerepareerd. Ik zaag dadelijk een stukje van die pijp ook nog. Die heb ik niet laten zien, maar een pijp van 120. En dan 5 mm dik aluminium. Dat is een beetje het maximale wat je kan zagen. 5 mm meer nog. Maar die ga ik er ook mee zagen. Laat ik even zien. En die zaagt hij gewoon rechtaf. Maar je moet het gewoon rustig doen. Ik ben gestopt met smeren. Volgens mij had Erik daar gezegd dat je hem niet moest smeren. Of Karel, een van de twee. Dus ik smeer hem niet meer. Gaat goed. Hij, ja, echt warm worden doet hij niet. En hij blijft goed zagen. Ik heb het toerental op de helft staan nu ongeveer. Hij heeft een variabel toerental. Nu heb ik hem in het midden gezet, die potmeter, dadelijk met die aluminiumpijp. Dan zet ik hem op maximaal. Daar mag veel meer snelheid in zitten. Dit is het massief. Dit massief was wel een stuk harder dan de andere dat ik had. Maar met geduld kom je er gewoon doorheen. Je kunt onder op de stopwatch zien hoe lang dat hij erover zaagt. En ik ben tot nu toe, voor dat geld, want een fatsoenlijk afkortzaagje, die kost ja, een heel stuk meer dan dit. En hij werkt gewoon. Moet wel goed opletten. Op de rolletjes dat ze vast blijven zitten en al die kleine dingetjes. Maar dat heeft Etol 1963 in het eerste filmpje netjes uitgelegd. Die heeft zijnzelfde zaagje, zei hij, van Goede volgens mij. Die heeft hem al wat langer, die heeft al een keer het zaagbladje moeten vervangen dat het bot was. En daar staat ook netjes bij welke problemen dat hij tegenkwam tijdens het gebruik van het zaagje. Maar hij is er tot op nu toe nog hartstikke tevreden over wat er zo staat. Dus ik ben benieuwd waar ik tegen ga komen. Als ik iets apart tegenkom, dan krijgen jullie het ja, zeker te horen. Het verstekzagen dat ik ga doen, dat duurt ook wel langer. Dan heb je meer materiaal voor de zaag zitten. Heeft de zaag gewoon iets meer tijd nodig. Zeker als hij dadelijk beneden komt. Dan staat hij eigenlijk recht op het materiaal. En dan heeft hij gewoon even tijd nodig om al het materiaal af te voeren. Dat is met zijn zaagje. Nu ga ik eventjes mijn mond dicht houden. Muziekje eronder. Geniet er nog van. Het is een langdradig filmpje zo. Een beetje kijken naar het zagen op ware snelheid. Maar het is zeker een handig zaag. Hij is tilbaar. Je kunt hem ook zo in de bus zetten. Dus voor onderweg is het denk ik wel een heel gemakkelijk zaagje. Voor in de werkplaats zijn we nog aan het kijken om een grotere zaag in de vaste opstelling te krijgen. En dan, ja, daar ben ik nog steeds niet uit en nog steeds niet gekozen. Ik kom gewoon, ja, heb het eigenlijk razend druk met verschillende dingen. Dat maakt niet uit. Dat komt van eigen zin een keer goed. Want het komt altijd goed zoals ik zeg. Alleen de ene keer duurt het eventjes wel langer als de andere keer. Nu een stukje muziek.
Dit is een aluminium buis van 120 bij 5 dik. Die gaan we ook nog eens zagen. Vergeet aan te zetten. Ik hoop dat het voor iedereen nu duidelijk is. Het is een wat langer filmpje geworden. Heb je nog steeds vragen? Stel ze hieronder gerust. Vind je de filmpjes leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien? Kun je eigen abonneren op mijn kanaal. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe!